kinderen leren coderen, uitvindingen voor de toekomst en Tafari van 9 kan zelf kleren maken. Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van het 10 minuten jeugdjournaal. Heb jij altijd al interesse gehad in het maken van jouw eigen robot? Of wil jij meer leren over coderen? Dan zou je goed moeten kijken en luisteren naar Julie Sundar en haar leerlingen. Zij deden mee aan een bootcamp en hebben veel geleerd over coderen. Elke week komen de leerlingen na school hier samen om meer te leren over computers, coderen en andere technische vaardigheden. Allemaal weten ze er veel vanaf en ze zijn er al lange tijd mee bezig. Sinds kleins af hield ik van space en space technology, hoe rockets lift, hoe de rockets lift off works en Star Trek ook, was ook een grote inspiratie. So, dat is meer science fiction, maar ik wist niet dat ik het in het echt zou kunnen doen. En toen ik code het zag, dacht ik van, wacht even, dit is iets dat ik misschien zou kunnen doen. Robotics, space, dat is gaan soort van samen. Nou, ik had altijd een interesse in ICT. En toen COVID begonnen was, toen had ik echt niks meer om te doen. Dan dacht ik, laat me maar beginnen ermee. Het was eigenlijk een hobby van mij, van heel lang geleden toen ik 8 was. Ja, met coderen was ik begonnen in InnoStarter. En dan ben ik een beetje beter geworden erin. Toen ik naar bootcamp ging en zo, hield ik er meer van. De bootcamp wordt georganiseerd door Codets. Zij geven de leerlingen een jaar lang training. Voor mensen die willen beginnen met coderen, hebben ze ook een introductieprogramma. In the InnoStarter is more introductory. You learn the beginning skills. If you're someone that thinks that tech is not for you, you go into the InnoStarter and that's where you see if it's for you or not. And then after you go into the bootcamp is the real deal. You build solutions that you can bring to market. And then you can decide if you want to pursue a career in tech, or you want to be an entrepreneur, build your own solution, bring it to market. De groep is nu bezig met hun eindopdracht en presenteren hun ideeën voor elkaar. And it can also send data back, so maybe if the drone propellers are off or something, the drone is tilted and it cannot fly like that, you can send data back to the app saying error or the display error message, drone is tilted, cannot take off. Ik maak een drone die voor verschillende dingen gebruikt kan worden. Een van de dingen zijn road inspection. Dus het inspecteert waar er een file is en waar het vast zit. Dan kan het je informeren of kan het de politie informeren. Het is ook een surveillance or tracking drone. Dus bijvoorbeeld als er een als iets was gestolen ergens of zo, dan kan de drone de dieven achtervolgen als ze wegvluchten met een auto of zo. Er is ook een groot probleem in Suriname, tree top counting, het tellen van verschillende soorten bomen in Suriname in het bos. Dus onze drone kan ook met behulp van onze object detection, de tree tops, de top van de bomen, en het dan klassificeren, dus detecteren, en dan kan het tellen voor je. Ik probeer een smart glass te maken. Mijn smart glasses, dus basic design, gaat gewoon tekst sturen naar je bril. Maar later wil ik een applicatie maken zodat ik kan screensharen. Zodat je alles van je wat je op je telefoon hebt, op je smart glasses kan hebben. Ik ga proberen een rocket te maken, zelf te bouwen, te programmeren en hopelijk gaat het de lucht in. Nu heb ik bij me een handschoen dat gebarentaal omzet in letters. Ik ben op het idee gekomen, gewoon op Google. Ik zat te scrollen. Ik deed mee met de Hackomation. Dat is een project waar mensen bij elkaar komen om een idee te maken voor een competitie, ja. Het heeft me ongeveer een maandje geduurd om het te maken. Ze hebben dus al veel creatieve dingen gemaakt en zijn van plan ook in de toekomst ermee door te gaan. Ik wil gewoon iets maken om mensen te helpen. Bijvoorbeeld in Japan heb je like helper robots.
waar je mensen kan helpen. Of bijvoorbeeld mensen die niet meer kunnen lopen, hun handen gebruiken. Krijgen ze een soort van job, dan gebruiken ze een robot om als waitress te werken. Ik wil software engineering of computer science gaan studeren in het buitenland. En daarna wil ik dan iets doen om problemen in Suriname op te lossen. We hebben een aantal problemen in Suriname. Helaas kan mijn kennis dat niet allemaal oplossen, maar een paar kan ik wel doen. Spelden, naalden, garen en ook een naaimachine. Dit alles heb je nodig om kleding te maken. Iemand die dit goed kan, is de 9-jarige Tafari. Hij ontwerpt en maakt zijn eigen kleding. Dit is Tafari. Hij is 9 jaartjes jong en weet al kleren te stikken. Het begon allemaal voor hem toen zijn moeder hem ingeschreven had op de kleermakersschool. Mijn moeder had me gevraagd als ik wil gaan, want ik denk dat ze had gezien dat ik echt veel kleren kan maken voor mijn Barbies uit ballonnen. Dus daar heb ik ja gezegd, want ik wil kleren maken voor mijn kind, want ik kon geen broek voor maken. En dat ging heel goed. Hij heeft al een aantal kledingstukken gemaakt en kreeg zelfs een certificaat. Ik heb ze gehaald omdat ik goed ging werken. Ik ben ook een van de eerste die klaar was. Dit is mijn broek. Dit duurde wel een beetje lang om te maken. Ik denk iets als 14 tot 15 minuten. Dit is mijn trui. Dit duurde wel echt lang te maken. Er zijn een aantal dingen die Tafari nodig heeft om van zijn ontwerp kleding te maken. Ik moet een naaimachine. Ik heb spelden nodig, ik heb garen nodig, ik heb lap nodig. Ik heb mijn maatlijn altijd nodig. Ik heb een naaimachine nodig. Ik moet weten hoe ik moet rijgen. Dus hier ben ik bezig mijn broek te stikken. En dan ben ik bezig te draaien zodat het goed komt. En dan ga ik nu die garen breken aan de zijkant van mijn machine. En dan ga ik mijn spelden eruit halen. Volgend jaar schrijft Tafari zich weer in voor de kleermakersopleiding en wil hij graag zijn eigen naaimachine hebben. Want hij is nog lang niet klaar met zijn hobby. Nu wil ik juist al meer kleren maken en ze verkopen. Dat wil ik juist doen. En juist wil ik ook juist wijzen dat naaien niet alleen voor meisjes is, maar het is eigenlijk ook voor jongens. Jongens kunnen ook creatief zijn en dingen snijden. Dus dat heb ik ook gewezen dat dat kan. En dat was het voor vanavond. Ik wens jullie een fijne avond verder, een fijn weekend en tot volgende week.